Sam van Rossum, na de wedstrijd tegen Litouwen. Litouwers Europese klasse en een match te groot tegen onze Lions. Ja, vandaag wel. Ik denk dat we zijn nooit echt in ons spel gekomen met uitzondering van misschien de eerste 5 minuten. Maar vandaag gingen de dingen niet zoals ze moesten gaan. We hadden ook de indruk dat het energieniveau van de ploeg een beetje niet op gelijke hoogte zat als de match tegen Servië bijvoorbeeld. En we moeten daar wel een beetje van leven. Dus dat is wel belangrijk en dat misten we vandaag een beetje, denk ik. Litouwen, toch nog iets anders dan Frankrijk? Ja, ik denk dat ze spelen gedisciplineerder, ze spelen beter samen. Ze zijn inside heel sterk. Ze hebben op elke positie wel spelers lopen die fysisch heel sterk zijn. Dus het maakt hen tot een heel sterk geheel. De favoriet voor u voor de gouden medaille? Favoriet weet ik niet, maar ik denk dat ze ver gaan geraken al. We hebben niet gespeeld tegen die ploegen uit die andere poelen. Dat volgens mij ook heel stevig is, maar ze gaan zeker wel meedoen, denk ik. Er is nog geen wedstrijd voor de Belgian Lions. Minstens één wedstrijd tegen Letland. Trachten met een zege die tweede ronde te beëindigen. Blijft de optie voor de Belgian Lions? Ja, denk het wel. Hè. Het gaat niet evident zijn. Hè. Ik heb die mannen al zien spelen, dat is ook stevig. Dus het zal niet gemakkelijk zijn, maar we moeten gewoon proberen om zondag een goede wedstrijd te spelen. Als we een goede wedstrijd spelen, gaan we sowieso wel denk ik in de buurt zijn. En ons toernooi op een positieve manier proberen afsluiten zondag. Als ik het goed bekeken heb, is er weer een achterpoortje mogelijk om toch nog verder door te stoten. Hoop je daar stiekem op? Hangt er vanaf wat je achterpoortje is, hè, Pat. Nee, ik denk dat het achterpoortje is dat we moeten winnen met 18 punten of zo tegen Letland, als Letland vandaag verliest. Maar goed, ja, dat wordt geen gemakkelijke opdracht. En we gaan wel zien. We moeten gewoon proberen een goede wedstrijd te spelen zondag en dat zien we wel. Oké, bedankt Sam. Succes.